afspraak van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt politie volgend opsporingsbericht. In februari en maart 2020 werden in Brugge, maar ook in Oostende en Gent, meerdere inbraken in wagens gepleegd. Een vrouw parkeert haar wagen in een ondergrondse parking om een vriendin op te halen. Een onbekende man loopt rond in de parking en gaat naar de wagen van het slachtoffer. Hij slaat het raam van de wagen stuk om zo te kunnen stelen. Het slachtoffer komt wat later terug samen met de vriendin en stelt vast dat de dief in haar wagen zit. Ze spreekt hem hierover aan en neemt een foto van de man. Deze wandelt rustig weg, gevolgd door het slachtoffer, maar ze heeft hem niet meer kunnen tegenhouden. Uit het onderzoek blijkt dat minstens 15 feiten kunnen gelinkt worden aan deze dader. Hij heeft het voornamelijk gemunt op zowel bovengrondse als ondergrondse parkings en slaat hoofdzakelijk toe in de nacht van zaterdag op zondag. Hij neemt steeds rustig de tijd om de voertuigen te bekijken en is absoluut niet bang om de confrontatie aan te gaan met slachtoffers. Hij slaat meestal de ruit van de wagen in met een oranje noodhamertje en steelt nadien wat hem interesseert. Bij dit feit vertrekt hij in eerste instantie met een lege zak. Maar de dief komt op zijn stappen terug en doorzoekt dan toch grondig de wagen om nadien rustig te vertrekken. De dader komt ook in aanmerking voor feiten van een poging en een effectieve diefstal in een restaurant in Brugge. Ook daar werd hij gefilmd door de bewakingscamera's. De dader heeft een getaande huidskleur, hij heeft bruine ogen en kort zwart haar met inhammen ter hoogte van de slapen. Hij spreekt Frans. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte jas met reflecterende lijnen. Op de jas staat een rood logo op de linkermouw, vermoedelijk van het merk Engelbert Strauss. Meestal heeft hij ook een rugzak bij. Herkent u deze man of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.